zoals we hier lopen. En de emotie willen laten zien in het eten en het drinken. Nou, de JRE, Jeune Restaurateurs, stoere club. Dus een club waar het eigenlijk gebeurt. En ik denk dat Sam zich daar heel erg goed gaat thuis voelen. En ik denk dat we een hoop van elkaar kunnen leren, samenwerken, mooie evenementen neerzetten. Ah, we hebben er heel veel zin in. Heel veel zin in. Moeder uit Peru, vader uit Spanje. En ze noemen me wel eens een rasechte milkshake. Ik ben geboren in Nederland. Dus vanuit de affectie en een knipoog naar de Peruaanse keuken. Het Spaanse en lokale producten, dus het Hollandse, Twents-Hollandse. Ja. We hebben altijd het positieve gezien van een samenwerkingsverband. Ja, en ik denk dat wij in JRE daar een hele mooie, ik denk wel de meest geschikte partner in gevonden hebben. Wij willen vooruit innoveren, ambachtelijk koken. En gewoon naar de toekomst toe kijken. En ik denk dat dat bij zo'n jonge, fanatieke club als JRE prima past. Ja, eigenlijk was het gelijk in de familie opgenomen. Je voelt gelijk of het klikt of niet klikt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je moet een klik hebben met elkaar. Er moeten leuke mensen zijn. En ze kunnen allemaal fantastisch koken. We hebben het al meegemaakt. Dat is echt fantastisch. We zijn helemaal blij. We hebben sinds dit jaar een mooi nieuw logo. Daar zijn we echt onwijs blij mee. Ontzettend trots op ook. Nou, het oude logo was bijna 40 jaar oud. En door de jaren heen wel een klein beetje aangepast. Met de tijd meegegaan. En op een gegeven moment wil je toch wat anders, wat nieuws, wat spraakmakender. En dit is eigenlijk uitgekomen. Nou ja, we hebben net een nieuw contract getekend voor 3 jaar. Waarin we de samenwerking tussen Pommery en JRE weer voor 3 jaar vastleggen. Het is een fantastisch kwaliteitskenmerk. En voor de aankomende 3 jaar gaan we lekker met elkaar lekker door één deur wandelen. Dus we zijn helemaal blij.